Zo, dit is pas een tijd geleden. YouTube? Echt, ik doe er niks mee gewoon. Ik vond YouTube gewoon geen platform waar ik denk van wow, dat is echt leuk om te doen. Af en toe kijk ik mijn eigen video's terug en dan denk ik van wow, eigenlijk is het best wel leuk. Waarom ik dus gestopt ben met YouTube, is omdat het heel veel werk kost. Ik sport 9 keer in de week, ik werk daarnaast. In mijn vrije tijd hou ik ervan om lekker thuis dingetjes te doen of met vrienden op pad te gaan. En ik ben eigenlijk vooral mezelf aan het zoeken, dus vier. Ik ben mezelf veel aan het zoeken, veel aan het ontdekken van wat past echt van mij en wat niet. Ik heb op een gegeven moment gemerkt dat YouTube niet bij me werkte, maar ik merkte dat TikTok echt iets voor mij was. En waarom? Dat is omdat er korte video's zijn, er zit veel minder werk in. En live gaan we op, vind ik ook veel leuker. Jullie kennen me natuurlijk alleen maar als Brian Friesland natuurlijk met de bal. Maar op YouTube kunnen jullie maar kennen van deze video's. Wat ik jullie mee wil geven is dat ik weinig blijf uploaden. Ik blijf wel een keer op uploaden, maar heel weinig. Dit jaar ga ik weer meedoen met het Nederlands kampioenschap. Dus waarschijnlijk zou ik dan weer de camera meenemen. Verder wil ik eigenlijk heel veel trainingvideo's online zetten. Heel veel beelden aan elkaar plakken met de muziek heel onder en klaar. Op TikTok probeer ik van alles. Van 9 van de 10 keer wordt het een trainingvideo. Of gewoon allemaal nieuwe trucs achter elkaar. Omdat die gewoon gelukt zijn. Daarnaast ben ik hier bezig met iets heel vets. En dat is iets waar ik echt heel lang al wilde. Maar nu gaat het echt in zijn werk. Mocht je denken van Brian, ik wil heel veel van jou zien, maar waar kan dat? Volg me even op TikTok, Brian.freestyle met dubbel E op het einde. Maar wie weet ga ik in de toekomst wel iets met YouTube echt doen, maar dat ik ben er gewoon niet over. Wat ik al eerder zei, ik ben een beetje mezelf aan het vinden nog. En ik merk dat YouTube toch nog niet in mijn hoofd past ofzo. Uiteraard kijk ik wel heel veel YouTube video's van andere YouTubers. Zoals Timo bijvoorbeeld, die jullie wel kennen. Maar ik wil natuurlijk zoveel mogelijk tijd overhouden om op mezelf te focussen. En af en toe gewoon een keer de telefoon weg te leggen. En dat vind ik echt heel fijn. Hierbij even een kleine update die ik wilde geven op YouTube. Uiteraard kan je me volgen op TikTok als je veel van mij wil zien. Like, abonneer en tot de volgende keer. Maar op YouTube kunnen we... Zo.